Precies 16 jaar geleden werd voor het eerst het WK rugby voor vrouwen georganiseerd in Amsterdam. En langzamerhand begint het vrouwenrugby in Nederland haar opmars te maken in deze mannenwereld. Op 16 tot en met 18 mei vindt in Amsterdam het belangrijkste rugbytoernooi ter wereld voor vrouwen plaats. De Women's Sevens World Series. En onze dames doen mee. Een belangrijk moment voor ze, aangezien ze zich nu kunnen meten met de beste rugbysters ter wereld. Om zo te bepalen wat hun positie is binnen de top. En dat is heel belangrijk, want het uiteindelijke doel, goud op de Olympische Spelen. Maar om dat te bereiken, moet ze eerst nog heel veel en keihard trainen. Hallo vrouwen. Ja, ik ga even storen. Ik had jullie wel twee keer zo groot en twee keer zo breed verwacht. Dat valt mee, hè? Wat maakt dat seven dan zo anders dan klassieke rugby? Ja, het sevens rugby is denk ik veel dynamischer. We spelen ook veel korter. Dus maar 2 keer 7 minuten een wedstrijd. En altijd in toernooivorm. Dus je speelt meerdere wedstrijden op één dag. Laten we het even hebben over de Olympische Spelen. Jullie willen naar de Olympische Spelen gaan. Ja, dat is uiteindelijk ons doel, ja. Hoe lang bestaat jullie team? We zijn fulltime gegaan in 2011, september 2011. In 2011? En dan willen jullie 2016 naar de Olympische Spelen? We maken gewoon kansen, dat is echt zo. Het is niet te hoog gegrepen, dus ja. That's the spirit. Ongelooflijk wat voor conditie ze hebben. Is niet te doen. Ongelooflijk, wat een discipline. Nou hè. Hoe ben je bij het team gekomen? Nou, 2 jaar geleden basketbalde ik nog op hoog niveau. En toen zag ik een artikel in de krant staan dat ze bij Rugby Sevens sporters uit andere tak van topsport zochten. Voor de droom Olympische Spelen. En toen dacht ik, wauw, dit moet iets voor mij zijn. Want dat kon niet bij het basketballen? Nee, bij basketbal had ik wel mijn top bereikt. En nou, het ging tot dan toe goed, maar ik voelde de jonge jeugd in mijn rug hijgen. Dus ik dacht, deze kans bij rugby kan ik niet laten gaan. Maar ja, je kon natuurlijk helemaal niet rugbyen. Nee, in het begin inderdaad niet. Ik heb toen een testdag gedaan voor allerlei andere meiden. En toen een beetje balletje gooien, nou, dat ging voor geen meter. Dus aan het begin ging het helemaal niet, maar ze zagen toch iets in je? Bij basketbal heb ik gewoon ook al heel veel getraind. Dus niet zo dat ik van niveau 0 naar dit niveau ga. Maar ik heb gewoon nog een enorme skills voor rugby moeten gaan trainen. En dat heb ik gewoon door deze 2 jaar elke dag heel hard te trainen, ben ik nu op dit niveau. Oké, okay, let's go! Wie is Kelly? Jij bent benoemd in 2011 tot beste speler van de wereld. Kom maar even, rauw bedakkie. Mijn vader die sprong een gat in het plafond. Maar hoe tof is dat het je hobby is en nu is dit gewoon je baan? Ja, heel bijzonder. Maar ik doe het al vanaf mijn 7e. Dus rugby was al mijn leven. En om het dan als baan te hebben is natuurlijk super gaaf. Dus ik was helemaal blij. Dat het een Olympische sport werd natuurlijk en dat we in aanmerking kwamen voor die A-status. Ja, gewoon super gaaf. En wat is dan het doel uiteindelijk? Voor mij is het gewoon heel belangrijk dat wij die Olympische Spelen gaan halen. En daar zijn we heel hard voor aan het werk. Vooral dat de jeugd, dus de jonge meisjes, ook die droom waar kunnen maken om op wereldniveau te kunnen spelen. Ja. Zeker, dat is echt het grootste doel eigenlijk voor mij. En voor altijd. Vrouwenrugby is fucking cool. Dus alle meisjes die op ballet en hockey zitten, kap ermee. Vrouwenrugby. Oeh.